Afgelopen week stond in het prachtige domein Blozo in Herentals de Vlaamse jeugdkampioenschappen judo op het programma. De jongeren kwamen na de provinciale kampioenschappen hier aan hun sport doen om verder door te stoten naar de wedstrijden waar het allemaal begint. Vechten om de Belgische titel. Als ze hier bij de vier eerste eindigen, dan gaan ze naar het Belgisch kampioenschap. En dat is binnen 3 weken in herstel in Luik. Voor de jongeren stond er dus veel op het spel. En het was aan de inzet op de indrukwekkende tatami eraan te zien. Al beseffen de jongeren wel dat dit eigenlijk nog maar het begin was van iets moois. Dit is nog maar het begin van alles eigenlijk. Dit is het Vlaams en het Belgisch kampioenschap zijn selectietoernooien voor European Cups die later dit jaar gaan gehouden worden. Een van de jongeren met een duidelijk uitgesproken ambitie. Niet alleen van de jongeren werd er veel verwacht. Ook de scheidsrechters moesten in Herentals een topprestatie leveren. Er wordt veel verwacht van een judo-scheidsrechter, die moet eigenlijk bijna professioneel bezig zijn. Natuurlijk hebben we hier verschillende niveaus van scheidsrechters aanwezig. Maar samen proberen we dus een goede team te vormen om dus zo goed mogelijk onze job te doen. En dat deden ze dan ook. Weinig of geen discussie op of naast de mat, al was er soms wel teleurstelling. Iemand die durft beweren dat judo niet populair is, had afgelopen week absoluut een kijkje moeten komen nemen op deze Vlaamse kampioenschappen. Judo is een sport die altijd geleefd heeft. We hebben een heel mooie generaties gehad. Maar er zijn vaak berichten dat het judo iets minder aandacht trekt. Dat kan, maar de sport zelf blijft leven. En er zijn topjudoka's en er zijn talenten en er zijn heel gemotiveerde judoka's die blijven vechten. Talenten en judoka's die blijven vechten, dat is het minste wat je kan zeggen in Herentals. Dat een judoka zich moet verzorgen en er alles moet voor over hebben, staat als een paal boven water. Neem daarbij nog dat je soms tegen een van je vrienden moet vechten, dan weet je dat het niet steeds makkelijk is. Als je elkaar als vrienden gaat beschouwen op de judomat, dan komt er ook geen mooie judo uit. Dan gaat je allebei een beetje staan wachten. Als je elkaar niet wilt smijten, dat is niet zo mooi. En laat Ruben nu net tegen een van zijn vrienden op de tatami staan op deze kampioenschappen waar hij voordien nog nooit van gewonnen had. Toch doet hij een uitstekende zaak en behaalt door een unanieme beslissing van de scheidsrechters terecht de Vlaamse titel binnen. De eerste keer dat ik van Sander heb gewonnen. Ik heb er de eerste keer dat ik Belgisch kampioenschap deed in de finale tegen verloren. Ook op vlagjes. En dan ben ik in Lommel, een toernooi, Soeverein Cup, denk ik. Nee, Vlaanders Cup. Daar ben ik van verloren met Juko daar. En nu is dit de eerste keer dat ik ervan win. Is dat dan een revanche gevoel dat je hebt voordat je op de mat moet van ja, deze wedstrijd moet ik wel winnen? Het was goed dat ik deze gewonnen heb, want nu heb ik een betere loting in de finale. Maar het is niet echt revanche, want we zijn ook wel redelijk goede vrienden. Omdat we naar dezelfde school gaan en dezelfde trainingen krijgen. Dus gewoon, het is niet zo leuk om tegen elkaar te vechten als je elkaar zo goed kent, maar het was wel plezant dat ik heb gewonnen. Een verdiende titel voor Ruben. Voor de scheidsrechters die aanwezig waren, was het niveau van de Vlaamse kampioenschappen in Herentals zeer hoog. Heel hoog. Ik vind dat dit jaar heel hoog. Zeker bij de jongeren, bij de jongens, is dat heel hoog. Er is dus nog hoop dat we met z'n allen aan de tv gekluisterd zullen zijn in de komende jaren voor een topprestatie van een van deze talenten. Leen Don van de federatie geeft ook mee dat er wel degelijk talent zit bij de Vlaamse jeugd. De generatie die we ooit gehad hebben, dat zullen we nooit kunnen evenaren. Dus zoveel medailles op Olympische Spelen, dat is uniek. Maar er komen veel talentvolle judoka's aan, alleen moeten ze de tijd krijgen. Moeten de tijd krijgen om te ontwikkelen. Dus de volgende Olympische Spelen zijn Rio. We hopen dan al toch een mooie prestatie neer te zetten, maar de meeste jeugd die nu aan het opkomen is voor misschien een Olympische Spelen later.
De Olympische Spelen, het zou mooi zijn. Het was een aangenaam kijkstuk en een aanrader voor iedereen in Herentals. En indien u het niet ziet zitten als judoka, kan u het misschien proberen als scheidsrechter. Want die zijn er nog steeds te kort. Ik denk dat dat een navolging van jezelf, een judo-carrière, dat dat een mooie vervolg kan zijn. En zeker als je zelf veel competitie gedaan hebt, dan blijf je dan ook in de competitie gebeuren en in het mooie judo. Het was een mooie dag op het Blozo-domein in Herentals met topprestaties van alle jongeren. Indien u nog niet overtuigd bent om zelf aan judo te doen, dan hebben wij voor u toch wel enkele argumenten klaar. Judo is een sport waarin je zowel je energie kwijt kan, waarin alle facetten eigenlijk ontwikkeld worden, kracht, lenigheid. Je neemt altijd veel contact met partners, je vormt vrienden, het is eigenlijk een heel volledige sport. Dat is eigenlijk een beetje de kern van het verhaal. Als je judo gaat doen, dan je ontwikkelt je hele lichaam, zowel ook mentaal word je sterker. Het is een heel volledige sport op alle vlakken eigenlijk.